gebeurde, Kaatje, toen Tutti Frutti Eiland bevroren was? Dat zijn er veel. Ik hoop niet dat ze smelten. In deze kou? Huh? Denk ik dat niet. Waarom komt er nou niemand een ijsje halen? Geen idee. Ze zijn toch heerlijk? We moeten iets bedenken zodat ze hierheen komen. Ja! Ja! Zullen we doen alsof we ziek zijn? Of we geven een feestje. Of we maken nog meer ijsjes. Oh, dat lijkt me geen goed idee. Je brengt me op een idee, Fatty. Wat als we iets in de ijsjes verstoppen? Een verrassing, iets wat je kan winnen. Ik weet het, een kaartje, een speciaal kaartje. Inderdaad, en wie hem heeft gevonden, mag gratis naar binnen bij de ijsjesfabriek. En diegene mag zelfs een eigen ijsje maken. Ja! Maar wat als ze iets stuk maken? Er mag maar één baby naar binnen, degene die het kaartje vond. En het zijn onze vrienden, waarom zouden ze iets stuk maken? Je hebt gelijk, laten we beginnen. Fatty en ik maken het kaartje. Ja! Hoe zullen we het kaartje eruit laten zien? Oh, ik weet het. Het kaartje moet goud worden. Je koekje, Fatty. Fatty? Oh. Huh? Wauw. Kijk. Hij is helemaal perfect. Laten we gaan. Kijk eens. Wauw, wat goed gelukt. En er is er maar eentje van. Hier, Fatty, verstop maar. Jij bracht me op het idee. Maar voorzichtig, oké? Het is heel belangrijk dat je hem niet kan zien zitten. Heel goed, Fatty. Nu moeten we het alleen nog aan de andere baby's vertellen. Dat doe ik wel. Wie is dat? Zit er een gouden kaartje verstopt in een ijsje? En wie dat kaartje vindt mag gratis in de ijsjesfabriek zijn eigen ijsje maken? Oh, wat? Die wil ik hebben! Oh, er komt niemand. Ik wist dat het niet zou werken. Ah! Wow, dat zijn veel ijsjes. Hij zit vast in deze. Ik wil deze. Ik wil die. Ijsjes. Hey, wachten jullie eens even. Vergeet niet dat de winnaar vanmiddag met het gouden kaartje naar de ijsjesfabriek moet komen. Ik ben zo zenuwachtig. Wie zou het kaartje hebben? Ik heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Tumi! Wat een mazzel! Je hebt gewonnen. Laat eens zien. Gefeliciteerd. Welkom bij de ijsjesfabriek, Dreamy. Hey, ik heb het gouden kaartje. Wat? Het is hetzelfde kaartje. Hoe is dat mogelijk? Maar dat kan niet, want ik heb er maar eentje gemaakt. Mag ik eens kijken? Ik heb het gouden kaartje. Nee, die heb ik. Nee, die heb ik. Huh? Wat moeten we nu doen? We moeten ze allemaal binnenlaten. Allemaal? Huh? Oké, maar dan gaan we in een rijtje naar binnen. En het is heel belangrijk dat je absoluut niet de rode knop aanraakt. Jelly. Frozen fruity, frozen fruity, frozen fruity ice cream. If you want it now, just sing this song with me. Frozen fruity, frozen fruity. Frozen fruity ice cream with many, many fruits and lots of love. If you find the special ticket hidden somewhere, then you can make your own ice cream. If you're lucky and you find it, you will have the chance to taste new flavors that you thought didn't exist. Genoeg! Huh? Iedereen naar buiten, nu! Ineens doet de ijsjesfabriek het niet meer. Maar we hebben niks aangeraakt. En we hebben allemaal een gouden kaartje. Maar ik heb er maar één gemaakt. Hoe is dat nou mogelijk? Hé, huh? Hey, wacht eens even. Waarom hebben de jellies een... de printer! Oh, jellies! Zij waren dit. Dus mogen we nu onze ijsjes maken? Alsjeblieft, alsjeblieft! Oké. Maar alleen als jullie mij willen helpen de fabriek weer aan de praat te krijgen. Het was geweldig. Ik vond het superleuk. Ja, we vonden het heel leuk dat jullie er waren. Maar ons idee liep een beetje in de soep. We hadden een beetje pech met de kaartjes. Maar wij hebben geluk met vrienden zoals jullie. Vanaf nu komen we vaker bij jullie langs om een lekker ijsje te eten.